Dit soort weerfoto's hebben we al een tijd niet meer gezien. Na een lange droge periode kwam het zondag en ook maandagochtend voor het eerst weer tot wat regen in ons land. Het was wel van korte duur ook geen grote neerslaghoeveelheden. En in de loop van de dag brak de bewolking alweer open. In het centrum van Leiden kwamen dit soort zomerse wolkenluchten tevoorschijn met stapelwolken en zonneschijn. Als we die ontwikkeling even van bovenaf bekijken, het satellietbeeld, zien we ook hoe die wolkenvelden naar het noorden aan het wegtrekken zijn. Hoe we tijdelijk even in een opklaringsgebied terechtkomen. Maar als we onze aandacht dan nog even iets meer naar het zuiden verleggen, naar Frankrijk, daar zien we wel wolkenvorming. Die groeien uit tot regen- en onweersbuien. En die buien gaan koers zetten richting Nederland. En daar krijgen wij de komende tijd mee te maken. Nou, hoe ziet die buiigheid er dan uit? Maandagavond is het nog droog. Dan zitten die buien nog buiten onze landsgrenzen. Maar in de nacht naar dinsdag komen die eerste buien over België het zuiden van het land binnentrekken. Het is ook nog vrij warm in het zuiden met zo'n 18 graden. Ik kan al een klap onweer bij die buien zitten. En dinsdag in de loop van de dag volgt de tweede etappe met buien. En in enkele weermodellen klonteren die buien wat meer samen, vormen echt een soort lijnvormig geheel. En dat geeft wel aan dat die buien zwaar kunnen uitpakken dat er zware windstoten bij kunnen voorkomen. 75 tot 100 kilometer per uur in de meest extreme gevallen. kan ook hagel bij voorkomen, onweer en ook veel regenwater in korte tijd. En in de nacht naar woensdag zijn die buien allemaal weer weggetrokken... is het tijdelijk even weer wat rustiger geworden. Dan nog even naar de maandagavond. Dan is het nog droog op veel plaatsen. Ook een beetje klam buiten met temperaturen boven 20 graden. In het zuidoosten zelfs nog dicht bij die zomerse 25 graden. Enige uitzondering vormt het noordwestelijk kustgebied. Weinig wind uit veranderlijke richting en dus nog veel ruimte voor de zon totdat ze ondergaat. In de nacht naar dinsdag komen dan de eerste buien ons land binnen. Er kan een klap onweer bij zitten. 15 à 16 graden in het noorden. Klam en broeierig in het zuiden met zo'n 17 à 18 graden. Weinig wind met uitzondering van de momenten dat een bui overtrekt. Dan zwelt die wind echt merkbaar aan. Dan zijn de zwaarste buien voor dinsdag weggelegd. In de loop van de dag trekken vanuit het zuidwesten die buien noordoostwaarts over het land met alle verschijnselen die ik net noemde. Voor de buien uit in het oosten wel nog kans op 30 graden en nadat die buien zijn gepasseerd, gaat de temperatuur in het westen en zuiden ook snel terugzakken naar 25 graden en de wind komt uit een zuidoostelijke tot zuidwestelijke richting afhankelijk van de termijn in de middag en in het het oosten voor die buien uit zo'n 27 graden. Dan nog even vooruitblikken naar de dagen daarna. Houden we nog met die buien te maken? Woensdag is het overwegend droog, wel nog kans op een lokale bui. Donderdag keert die buiigheid weer terug en de dagen daarna stabiliseert het weer een beetje, keert dat zonnige en droge zomer weer terug. Maar de temperaturen blijven daarbij zomers met gemiddeld over het land zo'n 25 graden.